Yo allemaal, welkom terug. In deze video ga ik proberen 1000 euro te verdienen, maar vind dit in 1 week. Ik heb nog een surprise item ook. Let's go, woo! Oké, we zijn het zeker lekker, holy man. Dikke merci, Xander. Yeah. Yes. Oh my god, dat ga je nooit geloven. Ik heb het al 2 keer geprobeerd, 2 keer niet echt goed gelukt. Maar in deze video ga ik jullie bewijzen dat het zeker wel mogelijk is. Oké, dus ik heb net deze Instagram story gepost, omdat ik vanavond om 18 uur de Vindit online ga zetten. Ik heb net de hele dag zo wat dingen zitten uploaden erop, dingen foto's te trekken en nieuwe artikelen te posten. En dan vanavond gaan we zien hoeveel we kunnen verdienen in 1 dag. En nu ga ik van al deze dingen foto's trekken en te koop zetten op Vindit. En hopelijk halen we dan die 1000 euro deze week. Jojo, het is nu een paar uur later dan de vorige video. Ik heb al 135 euro verdiend vandaag op de eerste Vindit-dag, wat echt wel chill is. Ik heb niet zoveel kunnen doen omdat ik heel dag bij deze event was. En morgen gaan we hardcore Vindit focussen, nieuwe dingen uploaden. Kijk jullie morgen bij dag 2. Alright, het is ochtend. Mijn totaalbedrag is nu 191 euro. Dus het is nice, we zitten al bijna aan 200. En nu ga ik heel veel foto's trekken in deze fotostudio hier. Bam. Ik heb nog een surprise item ook, dat heel veel geld waard is. Ik ga het nu tonen. Yes, dus deze salopet is super veel geld waard. Ik ga even helemaal tonen. Bam, oké. Okay. Als je kan zien, op de zijkant is een coole print. En hier, dit mannetje, kan dan aangeven waarom het veel waard is. Hij is van Walter van Beirendonk, zoals je kan zien. En Walter van Beirendonk, voor de mensen die het niet kennen, is een super bekende modeontwerper van Antwerpen. En deze salopet heb ik gekocht op Walmart voor 100 euro, zo een maand geleden ongeveer. Hier is een foto. En die is sowieso rond de 500 euro waard. Wat echt wel heel nice is, dat is de helft van deze hele challenge. En even voor de duidelijkheid, ik heb die niet gekocht per se om door te verkopen. Ik dacht van, misschien dat die wel nice zijn voor mij, maar het past niet zo goed, dus ik wil hem gewoon eerder doorverkopen. Ik heb net zoveel foto's getrokken in een salopet. Bam, hier zijn een paar foto's, die zijn wel best cool. En ja, nu ga ik hem te koop zetten, zo meteen. En hopelijk kan ik hem voor 500 euro op ze verkopen. Dat zou echt fucking crazy zijn. Maar we zullen zien. We zullen zien of het gaat lukken. Ik ga proberen. Yo, goed nieuws. Ik was net foto's aan het trekken en opeens zie ik een melding dat ik 3 bestellingen heb gekregen van Vindit. En het totaalbedrag is dus nu op 256 euro. En ik heb nog niet eens de Walter van Beirendonk salopet op geüpload. Oké, we gaan zeker verder doen en we gaan die 300 euro vandaag halen en die 1k deze week sowieso. Let's go. Ik ga verder uploaden. Ik heb deze echte Gucci shades gevonden, die ik echt al lang heb, maar nooit draag eigenlijk. Dus nu ga ik ze ook te koop stellen op Vindit. En hopelijk kun je nog 60 euro per krijgen ofzo. Ze zijn echt wel best cool. Yo, dit ziet er echt super, super mooi uit. Oké, laten we te koop stellen. Ik heb net de Gucci bril voor 60 euro erop gezet en de Walter van Beirendonk voor 512 euro. Dus hopelijk wilt iemand hem. Yo, we maken net gezien op Instagram dat er in het Think Twice een kortingsdag vandaag is. Het is wel super slecht weer zoals je kan zien. Maar weet je wat, we gaan met de homies naar Think Twice. En we gaan kijken of er iets is voor Vindit dat je kan kopen om te verkopen dat veel geld waard is. Oké, we gaan, let's go, woe! Oké, we zijn Think Twice en we hebben net 2 truien gevonden. Eentje heeft Zari gevonden, dankjewel. En ja, die zijn denk ik wel de moeite waard om mee te pakken naar huis. Dus, dat gaan we doen. Jupskate, 6 euro. Yo, ik ben weer thuis. Dus ik heb net van Think Twice deze prachtige vintage trui gekocht. Die vind ik al nice met zo'n hoge kraag. Dan heb ik ook nog een fila truitje gekocht. Bam! Die is sowieso ook nog wel nice. Mensen gaan die wel mooi vinden, denk ik. Was ook maar 3 euro. Sowieso rond de 15, 20 waard, zoiets. Maar het beste van al is hier. Dus ik heb allemaal kleren die allemaal op Vindit stonden, maar niet verkocht geraakt. Heb ik allemaal laten printen met bedrukkers. Allemaal met zo'n Bugan 10 euro die print. En nu is die echt wel 25 euro of zo waard. Gewoon door één print die erop is. Dat is echt heel nice. En ik heb het niet alleen bij die gedaan, maar ook bij een aantal kooltruien, zoals je kan zien. En nu zijn die veel meer waard geworden. Dus ik ga die morgenochtend allemaal te koop zetten. En dan gaan we zien hoe snel het helemaal verkocht raken. En nu heb ik even mijn Vindit checken om te kijken wat het final bedrag is van dag 2. Alright. Het bedrag is 293 euro. Dus we hebben nog steeds niet de 300 gehaald. Even een kleine update, het is nog steeds dag 2. En net heeft iemand iets gekocht, dus we zitten aan 303 euro. Wat echt nice is, dat is het doel van vandaag, is gehaald. En morgen is het doel om 500 euro te halen. Als we de Walter van Beirendonk salopet verkopen, zitten we er direct. Het is nu morgen. Alright, de persoon van Vindit is denk ik aangekomen. Dus we gaan nu even open doen voor hem.
bij. 1. Perfect, dankjewel. Alright, goed bezig met je t-shirt, hè? Ja, dankjewel. Ciao, hè. Alright, dat verkoop is goed gegaan. 5 euro erbij. Nice. Het totaalbedrag is nu 340 euro. Ik heb net alle Bucham dingen geüpload, wat dat heel goed aan het verkopen is. En mensen zien het en mensen liken het en zo. Dus ja, super, super goed. Ik ga jullie straks updaten en nu ga ik alles even snel verzenden. Mijn eerste verzendlabels afprinten, even. Boop. Woehoe. Alright, alle vriendenpakketjes zijn gemaakt. Bam. Maar voor ze dichtpakken, gaan we nog eerst even overal een Bucham sticker bij steken. Oké. Okay. Oké, ik heb net gezien dat de Roommarkt dicht bij mij in de buurt is. Dus we gaan even naar de Roommarkt gaan en kijken of we iets kunnen vinden dat we kunnen doorverkopen op Vinted. Alright, ik ben bij de Roommarkt en ik ben een beetje gescamd. Er zijn super, super weinig kraampjes. Maar ik heb wel twee nice hoodies gevonden. Ik ga ze even tonen. Dus deze hoodie vind ik ook echt wel graaf. No Fear, het is een bruine hoodie, zoals je kan zien. En dan deze zwarte Gap hoodie. Dus je weet, dat hebben Balenciaga en Yeezy en Gap onlangs een collab gedaan. Dus deze hoodie lijkt er heel hard op. Dus misschien kan die nu wel wat geld waard zijn. Ook een hoodie, zoals je kan zien. Dus ja, ik ga ze verkopen zo meteen. En dan gaan we zien of ze iets opbrengen. Hopsa, terug naar huis met de hoodies in de rugzak. En we gaan ze te koop zetten op Vinted. Let's go! Alright, ik ben weer thuis. Ik heb net van deze twee hoodies, huppakee, die twee, een fotoshoot gedaan hier bij de studio. En ik ga ze zo meteen nog uploaden. Maar eerst ga ik even een bezoekje brengen, nog een keer aan het postkantoor. Het is best wel slecht weer, zoals je kan zien. Maar weet je wat, voor de Vinted grind alles, je weet zelf. Oelalala, op de bike, op weg naar het postkantoor samen met de broeder. Ah. Ja, oké. Okay. Dus we gaan naar het postkantoor, woehoe! Het is avond van dag 3 en het is weer een keer tijd om te kijken hoeveel dat we tot nu toe verdiend hebben. Alright. Damn, oké. Okay. Het bedrag is nu 512 euro. Wat echt crazy is op dag 3. We hebben denk ik nu nooit zo snel 500 euro gehaald. Dus ja, we zitten al meer dan de helft. En onthoud, als ik de Walter van Berendonk zal op het verkoop, zit ik direct aan die 1000 euro. Deze twee hoodies, die ik vandaag nog maar erop heb gezet, weet je wat, bij de Walmart, die zijn nu al verkocht. Oh, ik weet zeker dat we 1000 euro gaan halen deze keer. Het gaat zeker lekker. Holy moly. Oké, ik zie jullie morgenochtend bij dag 4. Yo, het is ochtend van dag 4. En ik heb net gezien dat er een Roommarkt is. Weer al ergens in de buurt, het is zondag. Alright, ik zie jullie daar. Alright, we zijn nu bij de Roommarkt. Even aan het rondkijken. Ik heb een paar dingen gevonden, zoals je kan zien. Maar we gaan ze nu gaan unboxen bij mij thuis. Alright, ik ben weer thuis. Dus van de Roommarkt heb ik deze super coole bergschoenen gekocht. Maar ik ga ze zelf houden, want ze zijn mijn maat en ze zijn echt super mooi. Waar maar 5 euro, wat een goede deal. Dan heb ik ook nog deze mega coole regenjas van La Fuma. Hij is echt prachtig, hij is bruin, hij is precies mijn maat, dus ik ga hem zelf houden. Maar ik heb ook nog iets dat ik wel ga verkopen, namelijk deze prachtige Jordan schoenen. Ze zijn maat 40 en ik heb ze gekocht op de Roommarkt, ik heb ze al op Vinted gezet. En ja, er zijn al veel mensen die interesse tonen en ze zijn denk ik echt wel veel waard. Dus zeker naar Roommarkt te gaan, gasten, echt the way to go. Oké, even snel een update. Net heeft iemand gevraagd om de Walter Salopette te kopen voor 400 euro, wat echt crazy is. Het bedrag is nu 563 euro. Dus als de man het koopt voor 450, dan zijn we gewonnen in de Vinted Challenge. Dat zou echt heel, heel nice zijn. Ik ga mijn best doen en ik hou jullie op de hoogte. Oh my god, dat gaan jullie nooit geloven. De salopet van Walter van Berendonk is verkocht voor 400 euro. Even hier een screenshot. Yes! Het is vinden dag 4 en we zitten al aan 963 euro. Niet normaal. Holy shit. Nog maar 37 euro en we zitten er. Crazy. Oké, okay. Ik ga de vinden salopet heel mooi inpakken. Ik ga de man zelf een gratis cadeautje erbij geven. Echt, dit is te chill. Holy shit, man. Yo, het is de ochtend van dag 5 en we starten deze dag met een prachtig bedrag van 982 euro. Echt crazy, we zitten zo dicht bij ons doel van 1000 euro. En ik heb ook nog iets speciaals. Als jullie 100 likes geven op deze video, ga ik al de rest van de Vinted items die ik heb, waar echt heel, heel veel is, hier allemaal dozen rond mee, ga ik allemaal gewoon gratis weggeven.
En natuurlijk een coole video van maken, zoals altijd. Maar dus als jullie 100 likes geven, ga je doen. Dus zeker, zeker liken en abonneren voor die video te zien. Alright, dus de homie Ivo heeft de Walter van Berendonk salopet gekocht. En om hem te belonen, ga ik natuurlijk een cadeautje erbij geven. Want dit was echt het grootste item van deze Vinted Challenge. Ik ga niet alleen een salopet opsturen, maar ook een buchansjaal. Yes, sir. Die krijgt hij gratis erbij. Normaal zou die zo 25 euro kosten. Maar Mr. Ivo krijgt hem gratis en voor niets. En ook superveel buchansstickers. Merci, maatje. En hier de avondmaalbunk stickers, ook krijgt hij allemaal bam, gratis en voor niets. Zo, Ivo zijn pakketje is klaar. Dus ja, nu ga ik samen met al deze pakketjes naar het postkantoor gaan. En ik zie jullie daar. Oké, ik ben weer thuis. Alles is verzonden en zometeen komt iemand naar mijn huis om iets te komen ophalen. Alright, ik ga zijn pakketje klaarmaken. Hupsa, wat buchansstickers erin. Hupsa. Yep, ook mooi erin steken. Mooi zakje, hij is klaar om te geven aan de man. Yo, Xander. Yo. Hier is uw bestelling, man. Oh, dankjewel. Alright. En hier is uw 20 euro, zoals beloofd. Yes, merci. Xander, dankjewel. Door u haal ik 1000 euro. Het zijn er 982. En ja. Dit maakt het 1002. Hoe zien, dus, hè, gasten? Ja. Dikke merci, Xander. Yeah. Yes, let's go. Oké. Okay. Ja, merci, man. Echt nice. Yes. Alright guys, het is gelukt. We hebben net 1000 euro gehaald door Xander en 20 euro. Big, big, big thanks. Als we 100 likes halen, geef ik alle stuff die ik over heb van Vinted, wat echt heel veel is, allemaal, allemaal weg. Zeker like, subscribe en ik zie jullie in de volgende video. Salut! Be sure to like and subscribe to this channel. Yes, sir! And maybe leave a comment if you like his videos. Oké, okay, thanks Xander. Ik wens je nog een fijne dag en veel plezier met de bestelling. Dank u wel.